voor je de wedstrijd gaan, jongen? Je moet me niet zo dreigend vragen, man. Dus ik denk dat je me gaat overvallen, man. Ja, over. Komt toch ook iets uit? Ga jij niet zeggen? Nee, nee, nee. Dan ben je toch met de moedje, man. Donald Duck. Weet wie je bent. Kom goed, kom goed. Ja, hoe is het voor gaan? Ja, dat buitenspelregel is een beetje die niet geldt. Het is. Ja. Even winnen. Verwarrend, man. Het is verwarrend. Je zit te zoeken. Kijk, mijn team begreep het eerste helft niet. Ik denk, nou, als het toch geen buitenspel is, speel ik hem, sprint ik gewoon naar voren. Kijk, niet krijgen van zelf was. Dat is toch geen buitenspel. Wilden ze toch voetballen. Nou, zij maken er beter gebruik van. En ja, tweede helft ging het iets beter. Maar toch kun je je wel voorbereiden als ploeg hierop nu dit week. Het is natuurlijk een nieuwe ervaring. Maar je gaat toch niet zo op het WK spelen zonder buitenspel? Nee, we zijn dingen aan het experimenteren. Ja, nou, leuk experiment. Hoe ga je anticiperen? Want je kan ook gewoon twee man diep laten. Dat is wat we de tweede helft, de eerste 10 minuten deden en toen scoorden we. Dat is echt minimaal. Wat zou jij dan als nieuwe regel erin willen hebben of eruit willen halen om het veld te bevorderen? Ik ben niet buitenspelregel. Ik heb het idee dat moet je nog even langer doorgaan en dat ze echt wennen, want ze maken er nog weinig gebruik van. Dus ja, het wordt eigenlijk gewoon pleinvoetbal, maar dan op een groot groen grasveld. En dan moet je wel veel meer lopen. Jij zegt gefeliciteerd met de overwinning, mooie assist gezien. Nieuwe spelregels vandaag, was wel even winnen natuurlijk. Ja. Hoe heb jij het ervaren? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, kijk, ik hou van voetbal mijn hele leven al. Vorig jaar was ik even iets fitter, omdat ik toen meedeed bij de voetbalschool van onder andere Noordic Boteren, Kiki Moussampa. En toen had ik gewoon tijd om iedere ochtend te trainen. Nou, de agenda is wat drukker geworden door mijn televisie en muziekbezigheden. Dus is het moeilijk om op dit niveau mee te doen. Alleen het voordeel was vandaag dat er natuurlijk aparte regels waren. En ik ben een luie spits in de 16, dus voor mij was het echt een wereldregel dat er geen buitenspel was. Maar de goal die ik maakte was overigens wel gewoon goed ingelopen. Dus daar was ik wel heel blij mee. Ik had een tweede kunnen maken, maar goed, zo had je heel veel dingen in het leven kunnen doen. Wat zou jij, als je iets erin kon halen, een nieuwe regel kon toevoegen en eentje eruit halen, wat zou jij dan doen? Nou, ik zou het wel heel fijn vinden om inderdaad die buitenspel eruit te knikkeren. Maar ja, weet je, het is wel lastig. Want voetbal heeft wel weer zijn charme doordat er de eeuwenoude regels zijn. Wat ik overigens een hele fijne regel vind die veranderd is, is dat bijvoorbeeld WK in 1990, daar kon je nog de bal terugspelen naar de keeper en dan kon hem aannemen. Dat is er nu ook niet meer. Het zijn allemaal wel dingen die de tempo van de wedstrijd erin houden. Ja, en voor een luie spits als ik zou ik dit natuurlijk wel een hele ideale regel vinden. Welke regel zou jij er dan in gooien en zullen we die buitenspel eruit halen? En welke erin? Dat Ali B nooit meer een hele wedstrijd moet spelen. Wie weet krijgen we die door die serie. Maar eerlijk, wie vond jij nou beter? Jij was beter. Toch? Nee. Zeker. Het spijt me, Ali. In de zaal ben jij beter, dat geef ik wel. Dankjewel. Okay. Dat was het voor WK Nederland. Ali B en Jesser, heel leuk interview. En mensen, we gaan verder denken hoe we dit debat en discussie verder kunnen voeren in een hoger tempo. Met Harvey Saaijs, groetjes aan iedereen thuis.